ik stond ook al op best wel jonge leeftijd eigenlijk al in de sportschool. Ik denk dat ik 12 of 13 was, dat ik in het krachthonk ook al stond. Toen ik wat jonger was, wilde ik de armen hebben van Madonna. Dat is het eerste wat ik me kan herinneren waarom ik dit ben gaan doen. Toen was het nog niet zo heel erg bekend en normaal dat vrouwen zoveel aan krachttraining deden. Toen zagen we alle vrouwen natuurlijk in de sportschool, die zaten op hun cardiofietsen. Dat is allemaal prima, maar we kunnen ook het krachthonk in. Ik ben Anne, 31 jaar, online beter bekend als Fanatiek. Mijn website waarin ik dagelijks eigenlijk anderen informeer over hoe het is om aan krachttraining en zoveel krachttraining te doen. Ik heb wel van mijn passie mijn beroep kunnen maken. Ik ben nu erg blij met mijn huidige shape en ik ben heel blij met dit soort schouders en dat kan ik nog eens keer zelf mijn eigen verhuizing bij wijze van spreken kan regelen. Maar het wordt ook verwezen naar mannelijk of naar niet mooi. En dan denk ik altijd bij mezelf, maar wie heeft dan zeg maar de maatstaven neergelegd wat er vrouwelijk is? Ik vind mezelf een sterke vrouw, ja, letterlijk en figuurlijk. Het is wel een keuze geweest, dingen op te geven voor de sport. Maar je krijgt er ook wel heel veel voor terug. Trainen is voor mij in die zin bijna een soort van ja, therapie. Ik denk aan in die gehele tijd dat ik in de gym ben aan niks anders dan trainen. Ik wil dit blijven doen zodat anderen zeg maar, wellicht daar juist ook gemotiveerd door raken of geïnspireerd door raken. Of denken, oh shit, zij staat ook om 7 uur ochtend in het Vondelpark sprintjes te trekken. Laat ik dan ook maar een keer opstaan om 10 uur ochtend. Als ik daar ergens iemand mee kan helpen, dan geeft dat wel weer extra kracht om door te gaan.